Goedenavond en welkom bij deze tweede aflevering in de serie over het Lam van God. Vorige week hebben we nagedacht over Abraham en Isaac, de vader en de zoon. En we hebben naar de Heer Jezus gezien als het brandoffer, als diegene, als degene die voor God tot een welriekende, een lieflijke reuk was. We hebben gezien hoe in Genesis 22 het vooral gaat om het werk van de Heer Jezus naar God toe. Vanavond gaan we kijken naar Exodus 12. En in Exodus 12, daar vinden we het Pascha. En dat spreekt veel meer van het werk van de Heer Jezus naar ons toe. En het laat ons ook iets zien van welk effect dat werk niet alleen op het moment van de bekering heeft, maar ook op de tijd erna. En alhoewel ik zeker de focus wil leggen opnieuw op het Lam, is het ook goed om te kijken naar welke praktische consequenties dat heeft voor ons leven. Bevrijd worden uit Egypte heeft namelijk consequenties en we zullen dat vanavond ook zien. Maar het is misschien goed om, voordat we een gedeelte van Exodus 12 lezen, even te kijken naar de context. Dus het boek van Exodus, het boek Exodus is het boek van de bevrijding. Exodus betekent uittocht en we weten dat Israël in het boek Exodus uit Egypte trekt, waar ze 430 jaar lang geweest zijn en waar ze jarenlang verdrukt zijn. Als Exodus spreekt over de verlossing, de bevrijding, dan laten de eerste hoofdstukken ons vooral zien waarom er verlossing, waarom er bevrijding nodig was. We zien dat Israël in slavernij was. In slavernij in Egypte. En we zouden dat kunnen verbinden, Egypte, een beeld van de wereld, zouden dat kunnen verbinden met ons als onbekeerde mensen. Een slaaf van deze wereld, een slaaf van Satan. De farao in Exodus is een beeld van de Satan. Maar er is nog iets anders. Als we, en dat zullen we dadelijk in hoofdstuk 12 ook zien. Als we naar hoofdstuk 12 toe gaan, dan zien we dat behalve dat Israël slaven waren van Egypte, ze waren ook schuldig voor God. Dat waarom, het waarom wordt in Exodus niet zozeer uitgelegd, maar we lezen in Jozua en ook in andere boeken, verderop in het Oude Testament, lezen we dat Israël afgoden gediend heeft. En afgodendienst spreekt van al datgene, en dat geldt vandaag nog precies net zo, al datgene wat een grotere plaats inneemt in mijn leven dan de Heer. Dus dat kan van alles zijn. Ook zelfs na de bekering. Maar we zien ook dat in de tocht door de woestijn, in het beloofde land, dat de afgodendienst telkens weer terugkeert. Tot aan de ballingschap. Na de ballingschap lezen we niet zozeer meer van afgodendienst, dan lezen we veel meer van een verwaterd geloof en de dingen niet meer serieus nemen. En die beide dingen vinden we vandaag de dag ook. Er is van alles wat de eerste plaats in ons leven in kan nemen, als in het volk van God, in ieder van ons persoonlijk. Maar er is ook het gevaar dat ons geloof verwatert. De omstandigheden waren moeilijk na de ballingschap. Er waren maar weinigen overgebleven. Er was tegenstand van buitenaf, van binnenuit. Grote problemen. En dan hoeft het allemaal niet meer zo.
Dat gebeurde bij het volk Israël. En dan zien we dat het, dat ze onder het oordeel van God komen. Denk maar aan de boeken Ezra, Nehemia, Haggai, Zacharia. Waar dat heel duidelijk naar voren komt. Maleachi. Maar ik denk dat we... En misschien denkt u nu, waar gaat hij nu naartoe? Dat was helemaal het onderwerp niet. En toch denk ik dat dat het onderwerp wel is. Want ik geloof dat de sleutel voor de oplossing van dit soort problemen te vinden is in Exodus 12. En we zullen daar natuurlijk naar gaan kijken. Israël was schuldig. Net zoals de Egyptenaren. We zullen dadelijk ook lezen dat in elk huis in Egypte, dus zowel in de huizen van de Israëlieten als in de huizen van de Egyptenaren, een dode gevallen was. En het oordeel moest komen. Ongeacht de nationaliteit. Wie je ook bent, dat is als het ware wat God zegt, wie je ook bent, het oordeel moet voltrokken worden. Het zij aan het paaslam, het zij aan de eerstgeborene. En dat laat ons zien dat er geen uitzonderingen zijn. Iedereen is strafschuldig voor God. De Israëlieten konden niet zeggen, ja, wij hebben Abraham als vader. Wij zijn kinderen van de belofte. En daarom zit het met mij wel goed. Dat is ook iets wat we vanavond zullen zien. Zo werkt het niet. En daarom was het paaslam nodig. En dat paaslam, en de gevolgen van dat paaslam, dat paascha, die moeten bij ons zijn de rest van ons leven. En daar wil ik ook graag naar kijken. Omdat ik geloof dat dat ons meehelpt om die dingen waar we net even naar gekeken hebben in de geschiedenis van het volk Israël, om die dingen, die verdrietige dingen, die vandaag de dag ook een rol spelen, om die te voorkomen. Maar goed, voordat ik daar meer over zeg, laten we eerst naar Exodus 12 toe gaan. We gaan niet het hele hoofdstuk lezen. Er zit ook her en daar wat herhalingen. Exodus 12. De Heer zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte, dat is belangrijk, in het land Egypte, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder van zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen. Overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben. Een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En een heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel aan de huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten. Op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. Mag daarvan niets rauw eten, zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en met zijn ingewanden. Je mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, want het is Pascha voor de Heer. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik, de Heer. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan
En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heer. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. 7 dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. Want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de 7e dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Vers 28, nadat Mozes die instructies aan de Israëlieten gegeven heeft met de Aaron. De Israëlieten gingen weg en deden zoals de Heer Mozes en de Aaron geboden had, zo deden zij. Vers 30, aan het eind van het vers. Er was geen huis waarin geen dode was. En dan nog uit 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5 vers 7. Midden van het vers. Het laatste zinnetje van het vers. Want ook ons, Pascha, Christus, is geslacht. Laten wij daarom feest vieren. Niet met oud zuurdeeg. Ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Laten wij daarom feest vieren. Dat is belangrijk. Laten wij daarom feest vieren. Dat betekent dus dat het gevolg van het Pascha blijdschap is. 7 dagen lang. Als die 7 dagen onderbroken worden, dan is de blijdschap weg. In Israël was het zelfs zo dat diegene uitgeroeid moest worden. En we zullen dadelijk aan het eind wel zien wat ik daarmee bedoel. Maar het is een feest dat resulteren moet in blijdschap. Dat hebben we net gelezen in 1 Korinthe 5. Nou, ik denk dat we allemaal deze geschiedenis van Exodus 12, ook de kinderen, wel kennen. Allemaal, hè, ook toen ik vroeger op school zat, daar werd elk jaar met Pasen, dan kwam dit wel naar voren. Maar wat zo jammer is, vind ik, in het Nederlands, is dat het woord Pascha, dat natuurlijk verwant is aan het Hebreeuwse woord Pesach, niet zo duidelijk naar voren brengt wat het woord eigenlijk betekent. In het Engels is dat veel duidelijker. We hebben gelezen, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En dat is precies wat het woord in het Engels ook zegt. Pass over, voorbij gaan. Met andere woorden, als God het bloed ziet, dan is het oordeel voltrokken. En dan is het oordeel niet meer voor ons. En dat laat ons al zien dat hier in Exodus 12 veel meer de gelovigen, of als we kijken naar de eerste paar versen, de ongelovigen op de voorgrond staat. Het feit dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. We hebben in het begin al gezien dat in de eerste hoofdstuk, laten we zeggen tot en met hoofdstuk 12, duidelijk wordt dat het volk Israël verlossing nodig heeft. Waarom? De slavernij en hun schuld tegenover God. In hoofdstuk 12, we zouden kunnen zeggen tot en met hoofdstuk 15, vinden we dan die verlossing. En waar uiteindelijk in hoofdstuk 15 de Egypte definitief verslagen is en er een lied gezongen kan worden. Dan is ook praktisch de verwerkelijking van de verlossing daar. En dan wordt er gezongen. Dat is de eerste keer dat we in de Bijbel een lied vinden. Een lied van verlossing. Maar in de hoofdstukken daarna zien we
waarom Israël verlost moest worden. En dat is ook belangrijk om dat te onthouden. Want dat heeft ons wat te zeggen. In de hoofdstukken na hoofdstuk 15 vinden we dat God voor Israël zorgt. Denk maar aan het manna. Maar we vinden vooral dat God wil dat Israël hem zou dienen. We lezen dat al in het begin. Als Mozes naar Farao toe gaat, dan zegt hij tegen Farao in hoofdstuk 4 vers 23. Daarom zeg ik tegen u, en dat is de instructie die Mozes daar krijgt. Laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. U hebt hem geweigerd. U hebt geweigerd hem te laten gaan. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Nou, dat hebben we in hoofdstuk 12 voor ons. Maar God zegt, laat mijn volk, laat mijn zoon gaan, opdat hij mij dient. En dat vinden we, en we hebben daar in de afgelopen maanden over nagedacht in de dienst van de tabernakel terug. Dat is Exodus. Maar dan zien we ook in het vervolg, in de woestijnreis, dat uiteindelijk daar een doel is, het beloofde land. En die twee dingen, het dienen en het beloofde land verwachten, en daar als het ware nu al van genieten, die gelden voor ons ook. Natuurlijk, niet letterlijk. Wij hebben geen tempel of tabernakel. Wij hebben geen fysieke offerdienst. Daar hebben we het, toen we met de tabernakel bezig waren, over gehad. Dus dat ga ik nu niet herhalen. Maar God wil dat wij hem dienen. We zien dat ook heel duidelijk bij de Thessalonicenzen die zich van de afgoden bekeerd hadden. Nou, dat vinden we hier in Exodus 12. Israël die zich van de afgoden bekeert. Ja, ze dienden afgoden, zegt Jozua, ik geloof in hoofdstuk 24. Om de levende en waarachtige God te dienen. 1. En 2. Zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Maar vandaag mogen wij in verwachting, anticiperend op dat moment, al genieten van onze hemelse zegeningen. De bedoeling van God was ook niet dat Israël 40 jaar lang door die woestijn zou zeulen. Dat was dankzij het falen van Israël. De bedoeling was Egypte, tabernakel, beloofde land. En die 38 jaar daartussenin laten ons zien dat Israël gefaald heeft. Dus dat God ons verlost heeft, is niet zozeer alleen maar dat wij een ticket, een entreebewijs voor de hemel zouden hebben. Nee, hij wil graag dat dat effect heeft op ons leven vandaag de dag. Hij wil dat wij hem dienen. En hoe dat dan werkt, daarvan hebben we iets gezien in de tabernakel. En daarvan zullen we dadelijk ook nog iets zien als we kijken naar het feest van de ongezuurde broden. Dit was een keerpunt in het leven van de Israëlieten. Tot die tijd, dan was het de familie van Abraham, Isaac en Jacob. Maar we zien hen nooit als een volk. Natuurlijk, toen Jacob naar Egypte ging, wij waren het 70, 72 zielen. Daar kon je geen land noemen. Ze hier uit Egypte gaan, 600.000 mannen. Maar we lezen hier voor het eerst, spreekt tot heel de gemeenschap van Israël. En een dergelijke uitdrukking vinden we een aantal keren. In vers 6, de verzamelde gemeenschap van Israël. Vergadering. Congregatie, dat soort woorden worden in andere vertalingen gebruikt. En ik denk dat dat een hele mooie heenwijzing is naar het feit dat door het werk van de Heer Jezus allerlei individuen bij elkaar gebracht zijn
in zijn gemeente, in zijn kerk, in de vergadering, hoe je dat ook maar noemen wilt. Het Griekse woord ecclesia betekent ook zoiets als uitgeroepen zijnde. Degenen die uitgeroepen zijn. En hier vinden we een beeld daarvan. Israël is uitgeroepen uit Egypte om een ander doel te dienen. Daar hebben we net aan gedacht. Dus we hebben hier een kleine heenwijzing naar de gemeente. De maand waarin dit gebeurde, moest de eerste maand van het jaar worden. En dat laat opnieuw zien dat het een keerpunt is. En iets vergelijkbaars hebben wij vandaag nog steeds. Het is nu het jaar 2020. En die 2020 is gerelateerd aan de geboorte van Christus. Onze jaartelling is opnieuw begonnen toen de Heer Jezus geboren is. De maantelling is voor de Israëlieten, en natuurlijk is dat niet een beeld daarvan, dat begrijpt u ook wel, maar we hebben gelezen dat er rekening gehouden moest worden met het lam, zelfs in onze jaartelling, hoewel de wereld niets van hem weten wil, gebeurt dat nog steeds. Op de tiende dag moesten ze een lam in huis nemen en tot de veertiende dag bewaren. Die dagen, daar zal ik zoiets van zeggen. Ik wil eerst graag kijken naar wie dat moest doen. We lezen drie dingen daar. Ieder voor zich. Een lam per familie. En een lam per gezin. Als je de Engelse vertaling, de Darby-vertaling hebt. Ieder een lam. Een lam voor een vaders huis en een lam voor een huis. Zou je kunnen zeggen, iedereen, dat staat natuurlijk onomstotelijk vast, iedereen voor zich heeft het lam nodig. Natuurlijk kun je gelovige ouders hebben. Ja, dat vinden we in die volgende twee uitdrukkingen ook terug. Een familie, het vader het hoofd, een gezin. Maar ieder voor zich, iedereen moest een lam nemen. Als de vader er niet in geloofde, dan had de oudste zoon gestorven. Dus dat laat zien dat zelfs als de vader het niet geloofde, dan had de oudste zoon gezegd, ja, maar voor mij is het wel nodig. Ieder voor zich heeft de Heer Jezus nodig als zijn paaslam. Maar dan lezen we per familie of per vaders huis. En dan zien we, geloof ik, dat de vader verantwoordelijkheid draagt in zijn gezin met betrekking tot het lam. En dat heeft dan gevolgen voor het gezin. Een lam per gezin. Als vaders hebben wij een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om het christelijk gehalte in onze levens. We zullen dat dadelijk ook zien bij het feest van de ongezuurde broden, waar al dat opgeruimd moest worden. Alles wat gezuurd was, en dat spreekt van de zonde, moest opgeruimd worden. Moest allemaal weg. En daarin hebben we ook als vaders een grote verantwoordelijkheid. En natuurlijk de moeders ook. We zien vaak dat vooral bij kleine kinderen, dan zijn het vaak de moeders die daar meer voor zorgen. Maar als het gaat om de verantwoordelijke kant van dingen, dan zien we dat de verantwoording ligt bij het hoofd van het gezin. Bij de vader. Iets anders opmerkelijks is dat, ik heb net al gezegd, we hebben 600.000 mensen, mannen. Stel dat het 600.000 gezinnen waren. Dat zou betekenen 600.000 lammeren. Maar we hebben daar nooit van gelezen. Het lam wordt hier altijd
in eenvoud genoemd. Een lam, het lam. En als het gaat om onze verlossing, dan was er maar één lam, met een hoofdletter L, dat geschikt was om het werk te volbrengen. En waarom? Dat lam, dat moest op het vuur gebraden worden, vers 9, met zijn kop, hij kende geen zonde, met zijn poten, zijn wandel werd niet gekenmerkt door zonde, en zijn ingewanden. In hem was geen zonde. We vinden dat terug in de brieven van Paulus, Petrus en Johannes. Daarom was de Heer Jezus geschikt. En we hebben de vorige keer aan gedacht dat hij in alles de wil van zijn Vader heeft gedaan. En we hebben dat toen verbonden met het tot eer van zijn Vader hier leven. Maar we kunnen dat hier ook zien. Dat hij de zondeloze was. Alles aan hem is goed en schoon. En daarom was hij dat geschikte offerlam. En daarom moest dat geschikte offerlam genomen worden. Voor een ieder persoonlijk. Maar ook voor de gezinnen. En hoe kostbaar is het? Als je opgroeit in een christelijk gezin, als je opgroeit in een gezin waar het lam het middelpunt is, zoals we dat hier ook hebben. Het lam was daar 4 dagen. En het is wel gezegd dat die 4 dagen spreken van de openbare dienst van de Heer Jezus. 2 volle jaren en een gedeelte van een jaar daarvoor en een gedeelte van een jaar daarna. 4, als het ware, in 4 jaren heeft de Heer Jezus hier zijn openbare dienst uitgeoefend. In 4 jaren heeft hij laten zien dat hij volkomen is. Dat hij gehoorzaam is. 4 dagen lang hebben de Israëlieten dat in hun huizen kunnen gadeslaan. Doen wij dat? Zijn wij in onze huizen bezig met de Heer Jezus? En dat bedoel ik niet alleen tijdens het luisteren naar een lezing. Of als we samen naar een dienst gaan, naar een samenkomst gaan. Zijn we als gezin bezig met de Heer Jezus? Lezen wij samen de Bijbel? Ik weet dat dat in Nederland, in tegenstelling tot andere landen, een goede gewoonte is. Maar is het een gewoonte en is dat een sleur en we gaan verder met ons leven? Of denken we daar werkelijk over na? Praten we daarover? Ik ben ervan overtuigd dat toen dat lam daar in het huis was, en hoe dat dan ook plaatsgevonden heeft, dat is onderwerp van gesprek geweest. Dat was anders dan normaal. Dat lam kenmerkte het leven. In die 4 dagen. En alle dagen daarna. En we zullen dat dadelijk zien. Maar is dat bij ons? Is dat bij mij zo? Dat het lam mijn leven kenmerkt? Dat elke dag ik het lam voor ogen heb? We zullen dadelijk zien dat als dat zo is, dan zullen de dingen er goed en anders dan ze nu zijn uitzien in onze leven. Het lam moest zonder gebrek zijn. En ook dat laat zien dat de Israëlieten zich bezig moesten houden met dat lam. Je kunt dat niet in 1 oogopslag zien. Dat lam moest onderzocht worden. En dat is waarom we ook deze dingen nu samen overdenken. In de afgelopen weken, en als de Heer niet gekomen is, in de komende paar weken. Het lam onderzoeken, kijken naar wie hij is. En er dan achter komen dat hij volkomen is. Een mannelijk lam. Een jaar oud. In de kracht van zijn leven. En we zullen dat ook volgende week zien met Jesaja 53. Dat de Heer Jezus in de kracht van zijn leven afgesneden is. Neem mij niet weg in het midden van mijn jaren.
Dat is bij de Heer Jezus wel gebeurd. Goed, daar zullen we volgende week wat meer bij stilstaan. Maar het is een lam in de kracht van zijn leven. Dus niet een klein schattig lammetje zoals je dat op plaatjes wel eens ziet. Een sterk lam van de schapen of van de geit. De schapen, daar spreken we vaak van gewilligheid. Dat zien we ook in Jesaja 53 voor volgende week. Maar we zien bij een geit, zien we een kunnen, de mogelijkheid om daar te gaan waar anderen niet kunnen komen. Hey, als je een weiland zou hebben met een hoge, moeilijk te beklimmen berg in het midden van het weiland, dat is natuurlijk een beetje onwaarschijnlijk, maar gewoon om het beeld, dan zullen ze zien dat de geiten die staan daar bovenop die berg. De Heer Jezus, hij kon naar die plaats gaan waar geen ander naartoe kon gaan om dat werk te volbrengen. Omdat hij de enige is die dat werk kon doen. 4 dagen, die 4 jaren van de dienst van de Heer, waren ze daarmee bezig. En dan moest heel de verzamelde gemeenschap van Israël het slachten tegen het vallen van de avond. Heel de verzamelde gemeenschap. Elke gelovige is als het ware schuldig aan de dood van de Heer Jezus. Want hij is voor mij, hij is om mij gestorven. Met andere woorden, ik heb daaraan bijgedragen. Maar dan is het opmerkelijk om te zien welk tijdstip. Tegen het vallen van de avond. Later lezen we van het voortdurend brandoffer dat 's morgens en 's avonds gebracht moest worden. En dan zien we op enig ogenblik dat gecombineerd wordt met het uur van het brengen van het reukwerk. En dat is 3 uur 's middags. Het zou te ver voeren om nu al die Bijbelteksten bij elkaar te zoeken. 3 uur 's middags. We zien dat bijvoorbeeld ook in Lucas 1, als Zacharias naar binnen gaat om het reukwerk te brengen, dan is het volk daar buiten in gebed. Het is het uur van het gebed. Reukwerk en gebeden worden in Openbaring met elkaar verbonden. Maar waarom zeg ik dat? Als we kijken naar de Heer Jezus op het kruis, dan wordt hij gekruisigd om 9 uur 's morgens. En dan is hij daar die eerste 3 uren, dan is daar het lijden en het spotten van de mensen. En van het 6e uur af, dat is 12 uur 's middags, tot het 9e uur toe, dus de duisternis over het hele land. Dus van 12 tot 3. En omstreeks het 9e uur riep Jezus met luide stem. Omstreeks het 9e uur gaf hij de geest. Omstreeks het 9e uur werd het paaslam geslacht. En dan zien we hoe nauwkeurig Gods woord is. We zien hier dat zelfs dat paaslam, dat zou sterven op het moment dat eeuwen later de Heer Jezus voor ons, voor u, voor mij zou sterven. Een ander, een klein detail, dat hebben we niet gelezen. Vers 46, u mag er geen been van breken. En dat zien we bij de Heer Jezus als de soldaten komen om de benen te breken van de 3 gekruisigden. Dan is de Heer Jezus al gestorven. En dan wordt er geen been van hem gebroken. En dat laat zien hoe volmaakt Gods woord is. En broeders en zusters, als wij dit soort dingen opzoeken,
in onze Bijbels. Als wij dit soort dingen ontdekken in onze Bijbels, dan valt al het andere in het niet. En dat is waar het paaslam, dat is waar het paascha uiteindelijk over gaat. Moest er bloed toegepast worden. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Bloed moest gestreken worden aan de beide deurposten, aan de bovendorpel. En dan moet dat vlees gebraden worden. Aan het vuur. We hebben vorige week gezien dat het vuur sprak van beproeven of iets goed is. En we hebben gezien dat de Heer Jezus daar de volkomen mens is. Volkomen gehoorzaam. Maar hier spreekt het vuur van oordeel. We hebben gelezen: ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Hier spreekt het vuur van oordeel. En de Heer Jezus heeft het oordeel voor mij, voor u, voor jou ondergaan. Dan vinden we hier dat de maaltijd bestaat uit drie dingen. Uit paaslam, ongezuurde broden en bittere kruiden. Ik weet dat er in de Statenvertaling staat daar bittere saus. We zouden kunnen zeggen, het lam is een beeld van Christus die geoordeeld is. De ongezuurde broden spreekt van ons eigen ik, geoordeeld. Sorry, de zonden geoordeeld. Nee, dit komt niet uit. De zonden geoordeeld. Zuurdeeg spreekt van zonde. En dan de bittere kruiden, het eigen ik geoordeeld. Christus is voor mij geoordeeld. Daarom moet de zonde in mijn nieuwe leven weggedaan worden. En daarvoor is het nodig dat ik mijzelf oordeel. Zelfoordeel toepas. Dat vinden we uitgedrukt in dat feest van de ongezuurde broden. Daarvan moet ons leven gekenmerkt zijn. In Lucas 22, het is goed om dat vers er even bij te pakken. Lucas 22, daar zien we het feest van de ongezuurde broden nu, Pascha geheten, was nabij. Het is alsof Lucas aan wil geven dat uiteindelijk die twee dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het feest van de ongezuurde broden, Pascha geheten. En het Pascha, broeders en zusters, is de eerste stap. Dat betekent de verlossing, daar hebben we al aan gedacht. En dan is het niet belangrijk wat ik daarvan denk. We hebben gezien dat God zegt, als ik het bloed zie. Dus het gaat er niet om hoe ik mij voel, of ik mij wel of niet gered voel, of ik daar nu wel of niet zeker van ben. Als het lam geslacht is, als het bloed toegepast is op mijn leven, als ik de Heer Jezus heb aangenomen als mijn redder, als mijn verlosser, dan is dat bloed toegepast. En dan zegt God, als ik het bloed zie. Niet als ik jouw geloof zie, of als ik jouw werken zie. Nee, als ik het bloed zie, als ik mijn zoon zie, als jij schuilt achter het bloed van mijn zoon, dan zal ik voorbij gaan. Daar begint het mee. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 5, en daarom hebben we die versen gelezen, dan moet dat gevolgd worden door iets anders. 7 dagen. Een complete periode van ongezuurde broden. We hebben net
gezien. Zuurdeeg spreekt van zonde, het spreekt van bederf. Ons leven na onze bekering moet niet meer gekenmerkt worden door zonde. Maar juist door het ontbreken daarvan. En dan zul je misschien zeggen, ja maar Paul, dat is onmogelijk. Als dat onmogelijk was, dan had God het niet gevraagd. Waarom het ons onmogelijk toeschijnt, is omdat wij niet dat paaslam voor ogen hebben. Zodra wij onze ogen van de Heer af hebben, zinken we als een baksteen. Kijk maar naar Matteüs 14. En dat geldt in ons geestelijk leven, niet alleen met probleem. Dat geldt in ons geestelijk leven met alles. Als wij de Heer niet voor ogen hebben, dan gaat het geestelijk onherroepelijk bergafwaarts. En dat is precies dat wat we zien met de Israëlieten. We hebben gelezen, vers 14, deze dag moet voor u een gedenkdag worden. En de stam van het Hebreeuwse woord daar is verbonden met het brandoffer. Dat moest als een lieflijke reuk opstijgen voor de Heer. Het is een lieflijke reuk voor de Heer, als, voor God, als wij ons bezighouden met het werk van de Heer Jezus. Dit moest één keer per jaar gebeuren. En het avondmaal, het maal des Heren, is niet hetzelfde als het Pascha. In de evangelie vinden we heel duidelijk dat die twee dingen elkaar opvolgen. En er is nergens enige instructie of enige aanwijzing dat het een het ander vervangt. De gemeente is iets heel anders dan het volk Israël. Maar toch zijn er parallellen. En wij mogen dikwijls, zoals 1 Korinthe 11 dat zegt, zijn dood verkondigen. En dan gaat het misschien wel wat meer om de persoon die het werk volbracht heeft. Dan om wat het tot stand brengt. Omdat daar ligt niet zozeer de nadruk op. In 1 Korinthe 11 natuurlijk zijn die dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar de Heer wil dat graag. God ziet het graag als wij ons met zijn zoon, met de dood van zijn zoon bezighouden. Dan is de eerste vraag, wat betekent dat dikwijls? Ik denk dat dikwijls vaker is dan één keer per jaar of één keer per kwartaal. Brian Reynolds die schrijft daar op een gegeven blik over. Hij zegt, het is toch opmerkelijk dat in veel gemeenten, veel kerken, dat dikwijls verworden is tot eens in de zoveel maanden of zelfs één keer per jaar. En zeg maar, het opmerkelijke daarin is dat ze dat dikwijls nog steeds toepassen op de collecte. Want die komt wel elke week. Broeders en zusters, de Heer Jezus wil graag dat wij zijn dood verkondigen. Dikwijls doen wij dat. Ik kan daar het antwoord niet op geven voor u. Maar de Heer Jezus heeft die vraag voor ons neergelegd. Doe dit tot mijn gedachtenis. God heeft dat hier aan de Israëlieten gegeven. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. In de gedeelten die we niet hebben gelezen, daar heb ik de vorige keer wat meer aandacht aan besteed, toen we met de tabernakel begonnen, is dat door de generaties heen steeds opnieuw moest. Maar we zien in de geschiedenis van Israël dat dat niet gebeurt. We zien dat er heel gauw een stop komt te liggen. En dan wordt het jarenlang niet gedaan en dan gaat het hard bergafwaarts. En dan komt er op een gegeven moment komt er een Hiskia die denkt van, oeh, dat moet ook. En dan is het volk in zo'n belabberde toestand dat ze het niet eens in de eerste maand van het jaar kunnen doen. En dan moeten ze wachten, of in ieder geval een aantal van hen. Dan moeten ze wachten tot de tweede maand en het dan alsnog doen. Geestelijk gezien waren ze zo ver weg dat ze niet eens in staat waren om het Pascha te vieren. Waarom niet? Ze hadden zichzelf niet geoordeeld.
En dan heb je die kleine opleving met Hiskia. En het stort weer in. En dan komt het zelfs zover dat in de dagen van Josia Gods woord weg is. Josia wordt koning als hij 8 jaar oud is. En elke koning moest een afschrift van de wet van Mozes bij zich hebben. Deuteronomium 17 geloof ik. Maar het duurt 18 jaar in Josia's regering. We lezen dat in 2 Kronieken 34. Voordat überhaupt maar het boek gevonden wordt. Het was gewoon weg. Gods woord was volledig uit het zicht verdwenen. Josia, die had nog het verlangen om de wil van de Heer te doen. En die heeft 18 jaar geploeterd. En dan zien we dat, hè, die heeft hervormingen doorgevoerd, maar die heeft vooral gereinigd, gereinigd, gereinigd. Alleen. Maar wanneer kwam daar verandering in? Er kwam verandering in toen de priester het woord van God voorlas aan de koning. En daar een opwekking plaatsvond. Waarom? Omdat ze teruggingen naar het woord. Ze lieten al het andere, inclusief de afgodendienst, lieten ze achter zich. En ze gingen terug naar het woord. En dan zien we dat er dan een opwekking plaatsvindt. Dat er dan het verlangen ook bij het volk is om de Heer te volgen. En dan zien we in hoofdstuk 35 het Pascha. En dan staat daar dat er sinds de dagen van Richteren, van de Richters, en in 2 Koningen staat dan sinds de dagen van Samuel, was er niet zo'n Pascha gevierd als in de dagen van Josia. Josia was koning van de tweestam, van Juda. Maar zelfs van Israël kwamen ze naar Jeruzalem, naar Juda toe, om het Pascha te vieren. De focus was weer op de Heer gericht. De focus was op het paaslam gericht. En het is als wij ons focussen, als wij ons zicht stellen op dat paaslam, dan komt alles in het juiste licht te staan. En broeders en zusters, dat is wat wij nodig hebben. Wij hebben het nodig dat wij niet kijken naar wat er om ons heen gebeurt. Niet kijken naar de afgodendienst of de verwatering. Of naar alle verschrikkelijke dingen die er om ons heen in deze wereld gebeuren. Daar moest Israël uitgaan. Waar het oog moet zijn op het paaslam. En als het oog op het paaslam gericht is, dan kan er daarna ook feest gevierd worden met ongezuurde broden. 7 dagen. En dan bedoel ik niet dat Pascha het avondmaal is. En dat we daarna 7 dagen, hè, tot aan de volgende zondag, feest vieren en dan weer het Pascha vieren. Ik geloof dat die 7 dagen staan voor ons hele leven hier op aarde naar onze bekering. Nadat wij gered zijn door het paaslam, nadat God gezegd heeft tegen u en mij, ik heb het bloed gezien en ik ga u voorbij. Daarna moeten wij feest vieren in een leven dat niet meer gekenmerkt wordt door zonde, maar een leven dat gekenmerkt wordt door de Heer Jezus. Want dat is waar die ongezuurde broden over spreken. En we zien die ongezuurde broden terugkomen in de offers. We hebben daar in de afgelopen maanden over nagedacht. Maar broeders en zusters, dat is wat wij nodig hebben. Het is opmerkelijk dat als Josia, of Josia, hoe je dat ook maar uit wil spreken, als die de wet vindt en dat Pascha viert, dat Josia niet zegt, als dan de wet voorgelezen wordt en hij zijn kleren scheurt omdat hij zich realiseert hoe ver men is afgeweken van Gods woord, dan zegt Josia niet, oké, broeders en zusters, wij hebben gefaald en nu moeten wij dit doen.
We moeten de nadruk leggen op de heiligheid van de Sabbat. We moeten de nadruk leggen op het feit dat we de juiste dingen eten. We moeten de nadruk leggen op het feit dat we op de juiste manier onze huizen reinigen. We moeten de nadruk op deze wet leggen en op die wet leggen. Daar lezen wij niets van. Er is een verbond om de Heer te volgen. En dan wordt het Pascha gevierd. Broeders en zusters, op het moment dat wij ons vast willen klampen aan regels, aan wetten, dan is dat gedoemd om te mislukken. Dat zegt Paulus ook. Die wet was er alleen maar om te overtuigen van zonde. En dat heeft de wet overvloedig gedaan. Broeders en zusters, wetten en regels helpen ons niet en die maken ons ongelukkig. Omdat die alleen maar laten zien hoeveel wij falen. Met de beste bedoeling. Maar wat Josia hier doet, is een herfocus. Wij moeten kijken naar het Lam. En dat is de oplossing voor vandaag net zo goed. Wetticisme helpt ons niet. Wetticisme maakt ons niet gelukkig. Dat brengt ons niet tot feestvieren. Broeders en zusters, Paulus die zegt het tegen ons, dat als wij het Pascha voor ons hebben, Christus ons Pascha is geslacht, laten wij daarom feestvieren. Op het moment dat wij een wettische geest hebben, dan is daar geen reden tot vreugde. Paulus zegt, er is vreugde. Er is vreugde te vinden in de Heer. Er is geen vreugde te vinden in de dingen van deze wereld. Want dat was een probleem bij de Korintiërs. Er is vreugde te vinden in het paaslam. Ons daarmee bezig te houden. We moeten niet vergeten dat die Israëlieten dat paaslam moesten eten. Die ongezuurde broden moesten eten. Die bittere kruiden moesten eten. En zoals ze dan zeggen, je bent wat je eet. Dat geldt hier in geestelijk opzicht zeker. Als wij ons bezighouden met de Heer Jezus. Wat wij in alle zwakheid nu een beetje gedaan hebben. Dan heeft dat een effect op mijn leven. En broeders en zusters, dat werkt. Dat werkt echt zo. En dan wordt het perspectief anders. Dan kijken wij niet meer naar onze medegelovigen en zeggen... Alweer. Dan zien wij naar de Heer Jezus, die 3,5 jaar lang Judas bij zich verdragen heeft. 3,5 jaar lang wist wat hij zou gaan doen. En nooit iets heeft gezegd. En we zullen ook dat volgende week wat meer bekijken. Broeders en zusters, de Heer Jezus is ons voorbeeld in elk aspect van ons leven. En als wij hem voor ogen hebben, in zijn leven hier op aarde. Max Billiter heeft het wel eens gezegd dat we eigenlijk elke dag iets uit de evangeliën zouden moeten lezen. Juist hierom. Als wij dat doen, als wij ons zo met de Heer Jezus bezighouden, ons met hem voeden, dan zal dat zijn weerslag hebben. Eerst in ons huis. Ja, daar hebben we aan het begin aan gedacht. Maar dan zal dat ook zijn weerslag hebben in de vergadering van de Israëlieten. De gemeenschap van de Israëlieten. En daarmee bedoel ik natuurlijk niet het volk Israël. Maar overdrachtelijk gezien bedoel ik dat in de gemeente. Broeders en zusters. Ik vrees dat wij vaak het zicht op de Heer kwijt zijn geraakt. En de enige manier om het zicht terug te krijgen, is terug te gaan naar een hervorming à la Josia. Te kijken naar de Heer Jezus. En dan zien we in 2 Kronieken 35 ook welk een geweldig effect dat heeft. Ik wil u aanraden om die twee hoofdstukken eens te lezen en de twee bijbehorende hoofdstukken in 2 Koningen. We zullen zien welk een effect het heeft om ons met de Heer Jezus bezig te houden. In onze eigen levens, in een wijde cirkel.
daaromheen. O, mocht het toch zo zijn dat wij dat meer zouden doen. Ons met Hem bezighouden, want Hij is dat zo waard.